hoe ik alles manage door elkaar heen. I go with the flow. Elke dag is weer anders. Ja, het zijn gewoon momenten. Ik ben helemaal geen planner. En ik denk altijd van just do it en dan zie ik wel wat er gebeurt. Met motorrijden kan ik mijn gedachten gewoon, mijn verstand op nul zetten en je gaat gewoon. Je zoeft over de weg, je denkt even nergens aan. Ik ben natuurlijk ook model en dat doe ik nu 13, 14 jaartjes. Een perfecte combinatie eigenlijk. En op een gegeven moment kreeg ik in 2010 met kerst een ongeluk. En ben ik verbrand aan mijn arm en mijn rug en een stuk van mijn been. Ja, ik had zoiets van, ik kan geen modellenwerk meer doen, want ja, modellenwerk gaat alleen maar om uiterlijk. En dat zit er dan niet meer in. En toen had ik gelijk zoiets van, ik ga fulltime draaien en kijk hoe dat uitpakt. Het is echt mijn passie en wat ik wil. En het liefst wil ik fulltime draaien, produceren, in de studio zitten. Ja, heerlijk. Maar ja, er moet ook geld verdiend worden natuurlijk. Om hierin te kunnen investeren. Dus doe ik nog steeds modellenwerk erbij. Vrije tijd. Ja, wat is dat? Dat heb ik niet zoveel. Eigenlijk gaat mijn vrije tijd veel uit naar in de studio zitten. Omdat ik dat natuurlijk ook heel leuk vind om te doen. En heel leerzaam is en elke keer weer nieuwe dingen leert. Maar wat ik ook belangrijk vind is natuurlijk familie. Ik probeer zo vaak mogelijk op te zoeken. Elke minuut probeer ik gewoon van het leven te genieten en dingen te doen die ik leuk vind. Ik kom echt tijd tekort, ja. Juist omdat ik dingen doe die ik leuk vind, gaat de tijd zo snel. En, ik wil ook veel, maar niks is onmogelijk.